mensen van Dus David Games. Ik ben Kees en ik ben Diego. En wij gaan vandaag Pokémon Platinum Nuzlocke doen. Diego, wie ben jij? Nou, ik ben Diego. En hij was hier en ik zei, hey, wil ik je meedoen op aflevering Pokémon? Hij zei, why not? YOLO. Am I right? YOLO. Am I right, precies. Ja man. Oké, we gaan hier in dit stadje, is de contest al. Weet je dat, Diego? Ja, ik ken hem er wel een beetje van. Die zit, ja, zog. Ja, ja. Dat is de contest hall. Waarschijnlijk wel, ja. Hier is de gym. We moeten eerst naar de contest hall. Ik heb het vroeger wel eens gespeeld, weet je. Ik weet shit. Je weet alles. Ik weet al die shit. Oké, we zijn hier in de contest hall. Hij wordt gelijk aangesproken. Akira. Oh, mijn held. Ik weet nog steeds niet wie dit de is. Held. Wie de fuck is dit? Maar je bent gewoon een held. Kijk. Dit poppetje, dit kwam ik net ook tegen. Dit was in de vorige aflevering aan het einde. Kwam ik haar tegen en ik weet helemaal niet wat ik ermee deed. En dan ben ik opeens haar held. Ja. Oh, hey Kees. Oh, daar is mama. Hoi mama. Shit. Dan schaam ik me, dat is mijn moeder. God. Hey moeder. Wacht, nee echt. Is Johanna je moeder? Johanna. Ik bedoel, what the fuck? Double facepalm. Triple facepalm. Microfoon facepalm. Johanna. Webcam facepalm. Oep. Dat deed ik maar niet. Nee. Ik raakte bijna met mijn oog mijn... het computer. Dat! Doe maar niet. Nee. Ik bedoel maar, het is niet fucking 5 jaar voor Christus ofzo. Johanna. Het lijkt op Johannes. Johannes. Zo'n kerknaam ofzo. Ik zweer, mijn moeder is een priester. Tum. Nou, snap ik. Ja. Waarom ik altijd gecursed word door al die Pokémons? Oh my god. Hij zie je dat hij vraagt daar. Volgens mij is dat de gymleader. Dat is de gymleader. Ik weet niet, wat moet ze hier? Nou, in ieder geval. Dus je bent misschien ook een contestster. Wie de fuck, wat is een contestster? Het is een ster van de contest. Uitleg. Ik wist daar niks van. Ik heb nog nooit gesproken over Kees tegen contest. Ik ben fucking 15, misschien 16 jaar oud in deze game. En daar hebben we nog nooit over een contest gehad. Nog nooit, gewoon nog nooit. Ik bedoel, er moet toch wel ooit ter sprake zijn gekomen? Ja, zeker. In ieder geval, ik ben surprised dat jullie elkaar kennen. Inderdaad. Ik moet je bedanken voor eerder. Neem alsjeblieft deze als zwaar. Yes, glitterpoeder! Daar ben ik blij mee. Altijd. Fashion, in je fashion case, gewoon fabulous. Fabulous! Neem die accessoire op je Pokémon voor een contest. Het zal je een nice touch met wat glamour geven. Ik geloof het echt allemaal. Ik wil gewoon naar de contest toe. Ja, heel leuk. Opdonderen. Ben je gesurprised om mij te zien, Kees? Nou ja, op zich. Dat je random hier bent. Ja, opeens suddenly mom, oké. Suddenly moeder, ja. Echt ja. Hey, wat doe jij hier? Ja, dan baal je. Moet je voorstellen, je loopt de supermarkt op school. En dan opeens zie je moeder. En dan is het... Hey Kees! Ik zit er... Oh, ik ken je niet. Zo zit je dan. Ja, zeker. Ik was zo vervelend dat ik hier kwam voor een kleine vakantie. What the fuck is hier vakantie aan? Ja, gewoon vakantie op de dorp ernaast ofzo. Ja, lekker. Ja, altijd fijn. Doe ik ook elke dag. Ja, elke dag. Gewoon soms even... voor het zijn dorp, ga naar een ander dorp. Ik ben net zo surprised om jou hier te zien, mijn schat. Ben jij serieus over het enteren van deze contest? Nou ja, niet als je zo verkleed bent. Oh, dankjewel man, dankjewel. Echt. Ja, bedankt. Jij koopt kleren voor mij, dus dan ga je nogal oversturen. Dat is gay. Opdoen. Ja. Ik heb gewoon een tuxedo, joh. Hè. Hoe netjes te zien. Swag. Microfoon swag. Close enough. Oké, we gaan nou die contest doen. Maar dan kunnen we die coole tuxedo aan doen, man. Yo, later man. Oké. Waar kunnen we dat doen? Is dat hier? Of moeten we eerst met deze mogen opzetten? Volgens mij moet je met die. Ga je ook in deze contest, maar ik zie niet dat je een poffin case hebt. Wat is een poffin case? Ja, goeie. Poffin case. Klinkt als poffertjes. Poffertjes. Hij heeft wel zin. Ja. I can help you with register for the super contest. Would you like a Pokémon enter? Ja, waarom niet joh. Normal rank. Welke Pokémon? Welke gaan we doen? Voor de beauty en doen we Roselia. Oké. Gras. Doe gras. Ja. Yeah. Gras. Oké, je Pokémon is geaccepteerd voor de entry. Je entry nummer is al. Het is altijd 4. Het is altijd gewoon 4. 4. Dit is de nummer. Kijk. Oh, woesh. Hé, moet je zien!
Oh! Oejo! Toen was je... Ik draai ook een rondje en dan... Hey. Nee. Nee. Geen... Nee. Niet meer slack. Was het me zo? Ja. Right this way, please. Yeah! Let's go this. Lucht dan. Wij gaan nu starten. Hij heet MC. Minecraft. MC. Minecraft. Of MC Hammer. Ken Turtis. Okay. We are about to get in the way with this normal Pokémon beauty contest. Ik ben Dexter. Je heet net MC. Dexter. En nu is hij MC. MC Dexter. MC Dexter. Hij is een van de judges. Oké, laten we gewoon starten. Leuk. Dit is Wesley. Hey Wesley. Dit is Dakota. Dakota. Dat is toch een... Erin. En... Kees! Ik ben voor Kees. Oké, we gaan nou... Eerst moet je Pokémon's aankleden. Oh, dat gaat leuk hoor. Ah, zo leuk. Laten we de contest move naar de backstage. Je hebt 6 seconden om je Pokémon goed aan te kleden. Oké. Okay. Oké, laten we doen. Het is thema is kleurrijk. 5 accessoires, oké. Okay. Ik heb maar een paar assen. Oké, we doen snor. Ja, snor moet erbij. Okay. Kijk, prachtig. Prachtig. Ja, glitters, die zijn altijd mooi. Kijk, die glitterpoeder die we hebben gekregen. Oké. Vlag, nee. Er moet de kleurrijke shit. Ja. Ja, goed. Oké. Perfect. Nee, we doen die geel dan hierop. En dan nog een roze. Ja. Ja, kijk, dat is... Dat dan halen we de glitterpoeder weg. En dan... Nee, die vlag is toch ook als lul. Nee, die vlag is beter, man. die vlag vind ik mooier. Oké, die doen we dan precies hier. Ja, kijk. Nee, we doen van... Vitesse! Kijk, ik vind het mooi. Doe dit. Ja. Doan! Ja, dit moet wel winnen. Dit is een 10 waard. Dit is echt een 10. Alright, thanks for your patience. Laten we beginnen. Oké, we gaan wel eventjes... Oeh, spannend. Entry nummer 1. Oké, ik ga boe roepen. Boe. Boe. Ik zie die boom staan. Boe. Kijk, hij heeft de paddenstoel. Hij heeft de padden... Het is illegaal, jongen. Ja, paddens. Oh, wat is dat? Oh. Boe. Oké. Erin. Met Weezy. Weezy. Wat is dat? Ah, boe! Kijk! Oké. En Kees. Kees. Ja, volgens mij zit deze echt deze is wel goed. Prachtig, man. Dit is echt... Zie je die snor ook gewoon? Ja, die snor die straalt gewoon... Wow, die... Is gewoon zo mooi. Ik ben laatste geworden hier. Serieus? Oh, ik moet dansen? Hoe moet je dansen? Ja, ik weet Copy niet. Copy de Pokémon before you. Oké. Okay. Dan moet je... Nu. Ja, Kees, je kan het wel. Goed zo. Excellent. Oké. Hoe werkt dit? Ja. Goed. Excellentia. Oeh. Oh, dan mag ik straks ook wat dingen doen. Doe alle knopjes. Oh, kijk. Hij heeft die mooie moves. Oh. Ik ben die pro, jongen. Oké, dat zag er falend uit. Ja. Oh. Hier kan ik wel winnen, denk ik. Ja. Die hier gaan we voor. Wij winnen deze shit. Wat is het? Die steen die vliegt ook gewoon mee in de lucht. Speciaal steen. Ja. Oh, ik miste die. Ding. Ding. Nou mogen wij wel dingen doen, hoor. Moet je opletten. Oké, nu wordt mooi, Oké, okay, 3 stappen. Oké, gewoon Oh, kijk, die wordt mooi. Oké, kijk als ze kunnen. Oh, verdomme nou. Kees, wat nou? Hoe kunnen ze dit allemaal? Goed, oh, dat is... mis. Ja, goed zo. Yes, die laatste video heb ik gemist. Wow, dan balen ze echt, hè. Kijk die snor. Dat is het voor de danscompetitie. We gaan nu met de leading... Hey, ik heb Kees. De leading punten! Nice! Oh! Nee, eigenlijk ik niet. Oh, dit is altijd interessant. Show moves of beauty. Welke doen we? Beauty. Cool. Cool. We gaan kutten. Op wie? Dexter. We gaan Dexter, want Dexter, die heeft een hartje voor die schel. Hij is blij. Kijk. Hij is schel, jongen. Gras doet even kut. Hij houdt van gras. En dan ja, we zetten ze kut, wat? Huh? Weet wat? Roll out. Ja, oh, nee, kijk, nee. Dit gooit toch geen steen tegen een meisje? Nee. Wat is dit nou, joh? Nee. Kijk, ze vonden het niet leuk. Nee, Aqua Jet. Nee. Oh, nee. Nee, vind je niet leuk. Nee, ik vond het niet mooi. Nee, ik vond hem ook echt heel lelijk. Kunnen. Oh, wat is dit nou?
Nee, toch. Nee. Wat ga jij doen? Zen Headbutt. Zen? Nee, gewoon niet. Nee. Het zag gewoon faand uit. Dit is wel echt super... Wat? Wat is dit nou, jongen? Oh, hus. Huh? Nee. En wij? Hey! Ja, neem maar elkaar mee opletten. Hij vond natuurlijk... Hij geldt op mij. Ja, hij denkt, ja, oh, die gozer is zo. Op hem blijven. Hij is wel echt een goede grote. Ja. Verdomme nou. Welke doen we? We doen watersport. Watersport, ja. Heel mooi. Wacht. Cute, ja, ik zou die doen. Nee, smart niet. Hij houdt van... Nee, maar if cute. Footage goes up in a row plus 3. Op Dexter. Dexter vind ik echt een goede gozer. Ja, hij heeft die hartje. Hij gaat water op mensen sprayen, jongen. Wat doe je nou, jongen? Wat zo verkeerd. Wieso? Ik mag hem niet, jongen. Nee, ik ook niet. Hij is echt een lul. Hij gaat een beetje mensen onder sprayen. Oké, en deze gaat hem bijten. Hij gaat hem ook nog bijten ook. Echt? Nee. Dat is gewoon asociaal gedrag. Asociaal, G. Voltage went down. Hey, moet je opletten, hè? Die baalt. En nou, iedereen... Ja, kijk, hij is blij. Hij is fucking blij. Moet kijken, hè? Kijk, hop. Ik ga ze besproeien met water. Hoi. Het regent. Wauw, dat is echt prachtig. Voltage is prevented from rising. Ja, ik weet helemaal niet wat dat doet, jongen. Ik ook niet. Ah, ja. Ah, nee, hij is niet blij. Hij gaat hem ook nog krabben, jongen. Ja, ik minpunten. Dit vind ik echt niet kunnen, vriend. Jordan was strongly... Wat? Plus 2. Wat? Wat? Kijk, maar hij vond die van mij echt prachtig. Moet je plus 3. Ja, kijk, plus 3. Ja. Kijk, ik zei iets door dat hij geld op mij is. Verdomme nou. Nou, kut. Gas attractor, decent attraction. Ik ben tweede. Dat doe ik weer. Kut. Op, Dexter. Ja. Maar Dexter, die mag ik wel. Hij is echt een goede gozer, hè? Ja, zeker. En jongens, even shout-out naar Dexter. Even allemaal abonneren op zijn kanaal. We zetten linkje hier beneden. Staat er gelijk, Dexter. Ja. Oké. Okay. Oh, nog een voltage. Wat gebeurt er eigenlijk met de voltage? I don't know. I don't even want to know. Kijk. Kut. Ja. En dan denkt hij van... Ja, dat, prachtig. Dat was echt een prachtige aanval. Oh. Ja, gooit hij weer een steek. Wat doe je nou, jongen? Deze gozer gewoon. Hij snapt het gewoon niet. Nee. En hij snapt gewoon niet van, weet je, als je wilt winnen moet je geen stenen gooien naar mensen. Kijk, als ik mijn examen zou willen halen en ik ga stenen gooien naar mensen, dan haal ik mijn examen hoogstwaarschijnlijk niet. Oh nee, iemand heeft al iets voor hem gedaan. Ja. Kijk, weet je, wij winnen dit gewoon omdat wij een blowjob hebben gegeven onder de tafel. Zeg je tegen Rozelle, en doe eventjes even onder dat de tafel. Dat was ons geheim. Dat mocht ik niet zeggen. Voltage ging nog omhoog. Maar dan krijgen we extra sterren. Nee, ik begrijp er geen vlekken van, jongen. Oh, strongly impressed. Nou, wij krijgen echt heel veel. Ja, okay, plus 3. Mooi. Maar hij krijgt er ook 3. Oh, nee. Deze zijn waarschijnlijk tweede geworden hier. Ik weet niet. Nog één? Oh. Wat doen we nu? Laten we een leven jatten. We doen gewoon... Maar geef maar één hartje. YOLO. YOLO. Op Dexter of op Kira? Dexter is pro. Dexter is awesome. Ja, daarom. Mag hem wel. Ja, daarom. Goeie gozer. Kijk, we gingen al op Kira. Goed dat we. Oh, kijk, en dan gaat ze nog staan met de... Ach. Oh my god. Dude. Hij gaat ook nog naar beneden ook. Als mensen me niet mijn judge inpakken, dat is mijn vriend. Niet die van hun. Dan hebben ze een probleem. Aqua Jetje. Opdonderen met je Aqua Jetje. Niet mooi. Next one. Volgens mij is dit de laatste beurt, maar weet ik niet zeker. Ja, het stond er wel net, dus het heeft vrij weinig zin. Oké, okay. Nu komt het. Ja, hij is blij. Mooi. Oké, okay, dit... Megadrain. Bam. Prachtig. Dat was echt... Wauw, één hart. Wauw, dat is zo mooi. Ontroerend. Echt gewoon ontroerend. Hé, hey, iedereen die heeft op die rechter gozer gerust. Serieus? Ja. Dus wij hebben onze privé judge. Even jou wat ermee. Last performance. Wat voltage? Ik weet helemaal niet wat dat doet, dat ik voltage. Ik ook niet. Iedereen kreeg van hun plus 1 en ik kreeg plus 3. Nou, hij vond mij echt prachtig, hoor. Ja. Hij was ook wel echt mooi. A decent. Nou, dat is het. Tweede? Zijn we tweede nou? Ik weet niet. En dan gaan ze. Dat is het, folks. Oh, nu. Even foto's maken. Ja, welke is de winnaar? Ja, ik vind toch wel Rozelle. Ja, okay. In de gras. Categorie. Oeh, spannend.
Oké. Dan winnen wij toch wel in, hè? Ja, nice. Ja, die snor deed hem. Die snor deed het hem, ja, echt hoor. Zekers. Dans, die hebben we ook gewonnen. Die hebben we sowieso. Kijk die voorsprong, kom op. En nou, de laatste. En de final. Kom op. De acting competitie. Kom op. Oh, we hebben toch gewonnen. 4, 3, 2, 1. Bam. Bam. Ja, jongen. Losers. Noobs. Wat krijgen we nou? Nou, een licht. Wow, dat is echt het mooiste licht ever. Ja, het ging gewoon zo op jou. Ja. Oké, al die mensen. Zijn kijk maar mooi, kijk maar ik heb ook echt een nette kleren aan. Ja, het is gewoon die tuxedo die doet het gewoon. Congratulations, laten we even zien. Dit is Kees en Gras. Kees en Gras. Ja, dit is mijn gastje. Ja. We looken forward voor de volgende keer dat je hier komt. Nou, dat is heel aardig van. Dat is wel echt fucking vriendelijk. Ja, deze mensen die zijn gewoon aardig hoor. Oké, onze prijs. De blauwe beret. Cool! Nee, dat is fucking cool. Nou, oké. Kijk, wacht. Kan ik even kijken naar een blauwe beret? Volgens mij is die jouw fashion case. Fashion case. Ja, dag. Ja, oh, je kan niet kijken. Dat is jammer. Maar in ieder geval, mensen van Dus David Games. Dit was alweer de aflevering. Diego, bedankt voor het meedoen in deze aflevering. Ja, geen probleem, jongen. Goed zo. Hartstikke gezellig. Ja, precies. In ieder geval, hieronder in de beschrijving staan allemaal linkjes van mijn YouTube-kanaal, mijn Skype, mijn Twitter en mijn mail. Zou je fan me willen insturen, dan moet je het gewoon even op een van die drie dingen of vier dingen vragen. Als we 700 likes vandaag halen, dan is er morgen weer een nieuwe aflevering en dat doet Diego ook mee. Ja, nou zeker. Oké. En dan gaan we de gym doen. Die gaat moeilijk worden. Oeh, dus, gym. Ja, 700 likes. Morgen een nieuwe aflevering met Diego. Of zijn neef Diego. Ja, neef Diego. Hij heeft serieus een neef Diego. Dat is echt episch. Maar. Kees daar hebben we het even niet over. In ieder geval mensen, wij checken jullie de volgende aflevering weer. Dus dan zeggen we... Houdoe. Houdoe. Ja. Miauwdoe. Miauw. Miauwdoe. Miauw. Doei. Okay. Doei. Doei.